Hallo Weegschaal, leuk dat je kijkt naar deze astro-tarot-voorspelling voor de maanden juli en augustus. Dit is dus de zomervoorspelling voor deze twee maanden, specifiek voor jou als Weegschaal. Mijn naam is Esther van Herenbeek van Praktijk Esther van Herenbeek, waarin ik mij bezighoud met astrologie, tarot en numerologie. Daarom geef ik ook cursussen, workshops, consulten en schrijf ik ook boeken over deze onderwerpen. Wil je daar graag meer over weten, dan verwijs ik je heel graag naar onderstaande informatie. En daar kun je dat allemaal nog eens op je gemak nakijken of nalezen als je dat leuk vindt. Wat ga ik in deze zomer tarotvoorspelling doen? Nou, ik ga natuurlijk zoals altijd werken met de Rider Waite tarot. En daaruit ga ik dan drie kaarten trekken, specifiek voor jou als weegschaal. Waarbij de eerste dus gaat over de algemene tendens. Wat mag jij deze zomer verwachten als weegschaal? Dat kan met de vakantie te maken hebben, met hoe je in je vel zit of wat dan ook. Het geeft in ieder geval een bepaald inzicht en hopelijk ook een advies waar je deze zomer rekening mee kunt houden. De tweede kaart gaat over het werk, omdat ook al is het twee zomermaanden, juli en augustus, we zijn meestal niet twee maanden ook daadwerkelijk vrij, dus we werken ook nog wel wat. Nou, dan gaat die kaart over, die tweede. En de derde kaart zegt iets over je liefde en relatie deze zomer van 2016. Dus dat zijn de drie kaarten die ik specifiek voor jou als weegschaal ga trekken. Nou, de eerste algemene tendens voor jou als weegschaal, dat is de 6 van staven. En dat is op zich een mooie kaart voor deze zomer, want je wordt eigenlijk gevraagd om deze zomer de dingen te doen waar jij blij van wordt. Dat jij de dingen gaat opzoeken waar jij energie van krijgt, wat je leuk vindt, wat je met plezier doet. En daarin mag je jezelf ook best wel wat meer laten gelden. Je hoeft je niet altijd aan te passen aan anderen. Dat doe je nogal makkelijk als je weegschaal bent. Dan heb je nog wel eens de neiging om je aan te passen aan je partner of aan je gezin of aan je vrienden of familie of wat dan ook. Maar deze zomer mag je juist eens wat meer je eigen ding doen. En daar je ook eens wat meer in laten gelden. Op de een of andere manier val je ook op deze zomer. Of door een bepaalde prestatie. Of je laat iets positiefs van jezelf zien. Of je hebt gewoon een hele positieve uitstraling. Het kan ook zijn dat je daadwerkelijk een overwinning behaalt deze zomer. En dat kan betekenen dat je een diploma haalt. Of dat je een nieuwe baan scoort. Of dat je ergens een prijs mee wint. Dus daar kan het deze zomer ook op slaan voor jou. Dus op zich een hele leuke kaart. En die jou echt wel aanspoort om lekker je eigen ding te gaan doen deze zomer. En neem dan ook gewoon de prijzen in ontvangst die dan eventueel op jouw pad komen. Dat kunnen trouwens ook complimenten zijn. Hè? Dat zijn ook vormen van prijzen. De tweede kaart gaat over je werk. En dat is de koning van bokalen of de koning van bekers. En die geeft aan dat je een beetje moet schipperen op je werk deze zomer. Het kan best wel druk zijn. Misschien ook omdat je dus collega's moet vervangen. Of dat je extra werkdruk hebt. Ook al is het zomer niet in alle bedrijfs. Takken is het zo dat het rustiger is in de zomer. Dus ja, dan is het toch wel van belang dat je een beetje gaat schipperen. Een beetje aanpassen daarin van hoe kan ik dat het beste doen. Zonder dat het mij te veel energie of tijd of werk kost. Dus je mag daarin ook wel aangeven wanneer je zoiets hebt van de druk wordt me te groot. Of dit is te veel op mijn bordje. Dat mag je gerust aangeven aan je werkgever of jouw collega's. Want het is nou eenmaal de bedoeling dat je deze zomer de dingen gaat doen die je leuk vindt. En dat je jezelf wat meer laat gelden. Ja, dan is het dus ook belangrijk om dat aan te geven. Deze kaart geeft ook wel aan dat er niet heel veel wijzigingen plaats zullen vinden op werkvlak. Het lijkt erop alsof je een beetje gedijt op de plek waar je nu al zit. En het is gewoon een kwestie van afwachten tot je vakantie hebt. Goed in balans daarmee bezig te zijn. Dus niet te veel over je grenzen heen gaan. Maar verder zal op dat vlak het wel allemaal een beetje hetzelfde blijven. Dus hou daar ook aan vast. En ga je wel uit koers, dan is het belangrijk dat je dat heel eventjes aangeeft.
Nou, de laatste kaart die gaat over liefde en relatie. En heb je een vaste relatie, dan is dit de aas van zwaarden. Dan is het heel belangrijk dat er gepraat gaat worden. Dat je aangeeft wat je dwars zit. Of wat je moeilijk vindt aan je partner. Of juist wat je heel erg leuk vindt aan je partner. Deze kaart spoort jou aan om de communicatie aan te gaan. Of de communicatie te wijzigen. Dus ben je altijd gewend geweest om bijna niks te zeggen? Nou, dan is het belangrijk dat je dat nou juist wel doet. Praat je juist altijd heel veel, dan zou je jezelf ook eens kunnen afvragen van ja, misschien moet ik eens wat selectiever zijn in wat ik zeg. Ik hoef niet constant te praten, maar datgene wat ik zeg moet dan ook ergens op slaan. Op de een of andere manier is praten en communiceren met elkaar een belangrijk thema voor jou als weegschaal deze zomer. Dan ben je zelf ook een luchtteken, dus communicatie en contacten zijn ook heel belangrijk voor jou. Maar daar lijkt het op dat je daar toch eens een andere weg in moet gaan vinden. En ook wel duidelijker moet zijn in wat jij denkt en wat jou bezighoudt. Daarin heb je toch altijd wel de neiging om je te veel aan te passen. Vandaar ook deze kaart net, van je mag jezelf wat meer laten gelden. Dus ook in je relatie mag je wat meer laten zien en merken wat je denkt en wat in jouw hoofd zich allemaal afspeelt. Ben je nog een single weegschaal en op zoek naar een relatie? Nou, azen, zoals je misschien inmiddels wel al weet, geven altijd een nieuw begin aan. Dit is wel meer in de zin van gesprekken en communicatie. Dus het kan zomaar zijn dat je in een leuk gesprek verwikkeld raakt met iemand. En dat je het daar vooral heel leuk en gezellig mee hebt. Maar nog niet meteen een vonk overspringt of dat er niet meteen gevoelens bij komen kijken. Laat gewoon eens over je heen komen en kijk wat eruit kan komen, hoe zich dat ontwikkelt. De kans op een nieuwe ontmoeting is wel groot, hè, omdat die aas daar dus in zit. Maar die zal meteen in eerste instantie meer rationeel en mentaal zijn. En niet zozeer meteen heel gevoelsmatig, intiem of passioneel. Maar wat niet is, kan nog komen. En wat dat betreft, jouw uitstraling is hartstikke goed deze zomer. En wie weet wat daar allemaal uit zal komen. Aan aandacht zal het je in ieder geval niet ontbreken. Dat is iets waar je alvast rekening mee kunt houden. Nou, ik hoop dat je iets kunt met deze adviezen en voorspellingen. En wil je daar ook je waardering over uitspreken, over de filmpjes? Heb je er wat aan gehad? Nou, dan vind ik een duimpje omhoog natuurlijk altijd super. Ook wanneer je je abonneert op mijn YouTube-kanaal. Of wanneer je mijn Facebook-pagina liked. Dat vind ik altijd hartstikke leuk. Reacties zijn welkom. Delen van de filmpjes is welkom. Dus wordt allemaal heel erg gewaardeerd. Nou, dan rest mij eigenlijk niks meer dan je een hele fijne zomer toe te wensen. Ik dank je hartelijk voor het kijken. En ik hoop je natuurlijk heel graag in september weer terug te zien. Graag tot dan. Doei!